Ik heb vorig jaar gemerkt dat als ik echt mijn eigen ding volledig doe, mijn eigen trainingen afwerken en vooral met mezelf bezig ben, dat het dan allemaal wel goed komt. Vorig jaar waren de eerste maanden van het seizoen niet de gemakkelijkste, maar ik toen ook zonder Mathieu en Wout moest crossen. En dan dacht ik dat het allemaal voor mij zou kunnen zijn, maar zo simpel is het allemaal niet, heb ik toen gemerkt. Hij moet niet stilstaan dat Wout en Mathieu er later gaan bijkomen. Hij moet gewoon van zijn eigen kunnen en zijn doelen zelf nastreven. Natuurlijk, het feit dat die renners dan gaan bijkomen, gaat de cross wel een ander gegeven geven. Hij heeft al bewezen op zijn parcours, in zijn omstandigheden, dat hij ook zelfs die renners aan kan. Hij is onze kopman en hij kan dat ook aan. Laat dat ook zien gedurende de zomer, dat hij opnieuw zijn conditie in heel goede doen is. Zo'n momentopname van een dagzege, daar snak je als team uiteraard altijd wel eens naar. En dat is de afgelopen jaren een aantal keer gebeurd. Dus ik hoop dat hij ons in dat opzicht ook gelukkig kan maken. En hoe sneller die overwinning komt, hoe meer ontspannen de situatie in heel die omgeving ook zichzelf ontplooit. En ik denk dat dat is waar we allemaal naar snakken. En in eerste plaats natuurlijk Toon zelf. Ik denk dat Toon stelselmatig wel het in details zal moeten gaan zoeken. Dat de grote sprongen die moeilijk te maken zullen zijn. Hij heeft een hele grote motor. Is iemand die een enorme basis heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. En nu zit het in details. Het parcours in mindere mate, maar vooral ook het mentale aspect. Ja, zo samen met onze Thijs, al die jaren samen op pad, met koersen, met trainen. Eigenlijk zijn we beste vrienden geworden ondertussen. En het is ook altijd gemakkelijker om met je broer een discussie aan te gaan, waarbij dat je ook eens de slechte dingen tegen elkaar kunt zeggen dan met iemand die er wat meer buiten staat. En dat is altijd wel heel leuk, omdat hij soms een kritische kijk heeft op mij. En soms kan me dat echt wel helpen. Maar echt discussiëren, ja. Je bent een beetje aan het discussiëren en je maakt elkaar daar gewoon beter door. En dat maakt het gewoon ons zo sterk, denk ik. Ik heb eigenlijk in de rest van mijn veldritcarrière nog 3 doelen die ik echt wel wil halen. Ik heb er 3 gehaald, je hebt er eigenlijk 6. Dat zijn de 3 kampioenschappen en de 3 klassementen. Dus ik hoop dat ik de Superprestige of de DVV-trofee nog eens een keer kan winnen. En anders die mooie witte trui met 5 strepen, die ontbreekt ook nog op mijn palmarès. Dus ik heb nog 3 van de 6 doelen te halen. En als ik er eentje opnieuw kan binnenhalen, zal het leuk zijn.